In een exclusief gesprek met het weekblad Story, direct na de grootste opening van haar gloednieuwe brasserie in het zonovergoten Spaanse toren Molino's, doet Rachel een boekje open over familievetens die de Hazes clan blijven achtervolgen. Het meest pikante detail? André Hazes zou toch van de erfenis zijn uitgesloten en wel op advies van Marieke van Been, Rachel's voormalige hartsvriendin. Marieke heeft op me ingepraat alsof het een scenario uit een soap was. Dat zou drie nooit hebben gewild. Wil je echt dat zij... Wijzend op Monique Westenberg paradeert met jouw Louis Vuitton tas, deelt Rachel met een verbitterde toon. Ik heb me door Marieke laten meeslepen en André daadwerkelijk onterft, geeft Rachel toe, haar stem doordrengt van spijt. Marieke draait het nu zo dat ik het door lijk, terwijl het haar idee was. Ze vergeet gemakshalve dat ik het besluit later heb herzien. Maar of André nu weer in mijn testament staat, daar laat ik me niet over uit. De verhouding tussen Rachel en haar dochter Roxanne lijkt daarentegen onherstelbaar beschadigd. Met een hart vol littekens verklaart Rachel dat een verzoening met Roxanne niet langer op haar verlanglijstje staat. Na alles wat er gezegd en gedaan is, na de beschuldigingen en de pijn, hoeft het voor mij niet meer. Ze is en blijft mijn dochter, dat staat buiten kijf. Mocht ze ooit hulp nodig hebben, dan ben ik er voor haar. Maar samen aan één tafel zitten? Dat hoofdstuk is afgesloten. Dus Rachel geeft niet zichzelf de schuld van het ontterven van haar zoon, maar haar beste vriendin. Dat is typisch, Rachel, zij doet nooit wat verkeerd.